lekker spelen. Alleen mag ik helemaal geen gras aanraken. En al besluit ik toch om gras aan te raken, ga ik heel snel dood. Dus laten we maar gelijk beginnen met deze coole video. Goed, we staan hier in een wereld en ik mag geen gras aanraken, want dan gaan we natuurlijk dood. En ik heb hier een klein takenbordje voor me met dingen die ik moet gaan doen. Takenlijst walnoot, steel bel. We moeten een bel stelen. Steel pillager banner. Deze mooie vlag hier. Steel 64 brood. 64 broodstukjes. We moeten een boek schrijven, rode wol craften en like deze video. Oké, dat is het enige wat ik niet kan doen, dat is wat jullie moeten doen. 5, 4, 3... 2, 1. Ik heb een gevoel dat jullie nu deze video geliked hebben. Dus ik ga hem gewoon afkeuren, goedkeuren. Goed, we mogen geen gras aanraken. En laten we beginnen. Een pillager banner. Daar is een outpost. En een bel kunnen bij een village halen. En die is daar. En dan zou je zeggen, Max, dat is helemaal niet zo moeilijk. Lopen we gewoon heen. Maar nee, we kunnen geen gras aanraken. Dus ik denk dat het meest verstandig is als we misschien eerst naar de village gaan. Want dan kunnen we gelijk ook brood stelen en opeten. En we kunnen daar een bel fixen. En misschien zelfs een wol en een boek schrijven of zo. Dus laten we beginnen door misschien heel eventjes die kant op te gaan. Door hout te hakken. Als we een beetje hout hebben, kunnen we namelijk wel al meer dan dat we nu kunnen. Nu kunnen we gewoon helemaal niks. En dan moeten we oppassen dat we niet op gras terechtkomen. Volgens mij kan ik nog wel eentje hakken, toch? Ja, oké, kijk. Nu hebben we dit gehakt. Wat ik dan ga doen, jongens, is heel even hiervan maken wij een crafting table. Zo. Dan gaan wij maken een shovel. Zo. Want met een schep kunnen wij, zeg maar, dit doen. En als het goed is, kan ik wel op dirt staan, zolang het niet naar gras groeit. Dus laten we even heel wat gras hakken. En dan proberen niet erop te staan. Het mooie is, we kunnen dit dirt wat we namelijk nu hakken gebruiken om een pad te maken voor mezelf. Zolang het niet zoals hier gras wordt. Oké, laten we trouwens ook even een crafting table maken. Of een crafting table, een axe maken, zodat we de crafting table kunnen hakken. Oké, dan gaan we via de bomen gaan we even die kant op kijken hoe ver we kunnen komen. En dat is niet extreem ver. Dus wat wij moeten gaan doen is via het dirt daarheen. Oké, die kant op gaan is nog niet zo ingewikkeld. Ik bedoel, die bomen hier, die helpen me heel erg. Het is zo meteen dat daar de bomen ophouden, wat een beetje zorgen maakt, waar ik me zorgen over maak. Hierheen, oké, nu wordt het spannend. Nu gaat het spannend worden. Hierop, hierop. Ik moet echt proberen om geen gras aan te raken. Oh god, mijn deur is bijna op. Het wordt heel snel gras. Het wordt heel snel wordt het gras. Oké, laten we dit dan zo snel mogelijk hakken. Zo. En proberen om dit pad te volgen. Oh god, ik moet echt oppassen. Ik moet echt heel erg oppassen. Oké, we hebben nog niet genoeg dirt om er direct heen te gaan. Kijk, wordt het dirt hier achter mijn gras? Nee, dat duurt gelukkig wel heel eventjes. Oké, hier bij deze village kunnen we zo meteen brood hakken en een bel. Maar dan moet ik wel natuurlijk een pickaxe hebben voor een bel. Dus zo, laten we heel even nu gewoon erg me... Oh, dit is echt veel te eng. Dit is echt, waarom doe ik dit? Oké. Ik heb eten nodig. Ik heb dringend eten nodig. Ik ga even hoge torens bouwen, want die veranderen minder snel in gras dan de kleine toren. Kijk, zie je namelijk, mijn pad verandert al heel snel in gras. Dus ik denk dat het verstandiger is als ik eventjes zoals dit doe. En dan nog heel even wat hout hak. Ik heb een houten axe, dus dit moet goed komen. Het is echt eng dat je geen gras aan mag raken. Oké, dit is even kijken, hoe gaan we dit doen? Gewoon zoals dit. We hebben hout. Ik denk dat ik misschien met hout moet gaan werken. Kijk, met hout, jongens, heb ik alle tijd. Dat kan niet per ongeluk in één keer gras worden of zo. Hoppakee. Een beetje parcouren voor mezelf. Zo. Oh mijn god, we zijn er. We zijn er eindelijk. Kan ik wel over het pad lopen? Volgens mij is het pad geen gras. Zeg maar dat... Ah, dat was echt heel eng. Dat was echt heel eng. Dit gaan we weghalen, dit gras hier. Zo, is hier loot? Is hier eten? Oh, heerlijk wat eten. Laten we even die appeltjes eten. Kan ik regenen? Nee, het bed nemen we mee. Is handig. Oké, ik zie al een bel daar. Dus we moeten even de pickaxe regelen. Maar is hier ergens ook wheat? Hoe noem je dat van die hooibalen? Zijn hier ook hooibalen? Springen we over het gras? Au, ik raak even goed het gras aan. Ik moet proberen om even hooibalen te vinden. Dat zou helemaal geweldig zijn. Hallo? Zijn hier kisten? Loot? Eén brood. We hebben één brood gevonden. En ik moet een stack hebben. Ongelooflijk. We gaan broodje gaan we wel opeten. Oké, ik mag hopen dat die brood gaat zijn, op zijn minst. Wheat. Oké, oppassen voor het gras. Oké, ik denk dat ik hier even mijn steen ga regelen. Dat ik een stenen pickaxe ga maken. Het is echt niet chill dit. Het is echt niet chill. Oké, maken we eerst eventjes natuurlijk een houten pickaxe. Daarmee kunnen wij al heel wat. Daarmee kunnen wij zo dit doen. En dan... Dit blokje hier moet even weg. Wacht, jij moet even weg. En dan gaan we daar gaan we hout plaatsen. Zo, dan kan ik nu veilig de mine in. Even een beetje steen hakken kan helemaal geen kwaad. Zo, dan hebben wij 18 cobblestone. Met 18 cobblestone kunnen wij natuurlijk maken een prachtige pickaxe zoals dit. Daarmee kunnen we ook even een axe maken. Laten we trouwens dan ook gelijk een shovel ermee maken. Zo, dan hebben wij betere tools. Kan het houten allemaal weg. Kunnen we deze meenemen? Pak ik het hout per ongeluk weer op. Oeh, de crafting table die moet mee.
Zo, oké, gras aan de kant allemaal. Oh mijn god, dat gras kan ik dus ook niet aanraken. We gaan cobblestone gebruiken om eventjes omhoog te bouwen. Waar zijn de hooibalen? Meestal heeft elke village heeft altijd wel vet veel hooibalen. Maar voordat we gaan zorgen gaan maken over een hooibaal, jongens, is het tijd. Jongens, allemaal naar binnen. Allemaal weg hier. Ik geef jullie bel nakken. Komt-ie? Een bel geclaimd. Dat is opdracht nummer 1 gehaald. Helemaal top. Alleen, het begint avond. Oh, ik heb een bed bij me. Ik wou zeggen, ik begin me zorgen te maken. Maar dat hoeft helemaal niet, want ik heb een bed bij me. Ja, kijk, dat is slim. Oh, ik moet zo meteen ook nog helemaal daarheen. Dat wordt nog wat. Ik heb ook echt meer blokken nodig, want dit is echt een... Ja, ja, de kat. Mag ik alsjeblieft je hooibalen lenen? Ik ga het gewoon doen. Ik ga deze hooibalen gewoon pakken. Ik ga even zo ook hier een cobblestone op de grond plaatsen. Want ik ben bang dat het gras hier onder mij misschien gaat vermoorden. Oké, dit is 10. Hoeveel kan ik hiervan maken? Hoeveel brood? Ik heb een stek brood nodig. Hoeveel kunnen we maken? Oh, we hebben al 30. We hebben al 30. Oké, kan er eentje kan ik wel opeten, denk ik, toch? Het zou geen kwaad kunnen. Heeft iemand nog loot voor me? Ik moet ook een boekenquill hebben. Hooibalen, hooibalen. Helemaal geweldig. Oké, dan zou hier vast wel nog meer brood. Oh, dit komt echt allemaal perfect uit. Potatoes hoef ik trouwens niet. Oké, laten we hier even kijken. Hoeveel kunnen we hiervan maken nu? We hebben een stack. We hebben meer dan een stack brood, jongens. Ik denk dat ik klaar ben in de village hier. En er staan hier nog meer hooibalen, maar die heb ik niet meer nodig. Ik denk dat... Oh, daar staan nog meer hooibalen. Weet je hoeveel hooibalen er nog staan? Kijk dit nou. Hoe heb ik die gemist? Daar ben ik letterlijk overheen gelopen. Of langs zelfs. Om een blacksmith. Even een broodje eten. Wat heb jij voor goeds voor mij hier, meneer? Diamond horse armor. Oh, we kunnen een... Oh, als we een paard vinden, jongens. Als wij een paard vinden, dan kunnen we heel makkelijk heen en weer. Is er een paard in de buurt toevallig? Au. Helemaal daar, maar dat vind ik het niet waard. Misschien als ik er toevallig eentje onderweg tegenkom. Oké, we kijken nog eventjes toevallig in dit huis. Of toevallig, we gaan nog heel even in dit huisje hier kijken. Als ik daar genoeg dirt voor heb. Of ben ik al? Hier ben ik al geweest. Ah, laat maar. Nou, weet je, laten we dan even teruggaan naar onze basis. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Goed, we zijn weer aangekomen bij onze basis. Ik weet niet echt hoe ik het moet noemen. Maar wat wij kunnen doen, jongens, is... We hebben een bel en we hebben een stek brood. De rest van het brood heb ik opgegeten. Ik heb nog maar 5 appeltjes over. Dus het eten is wel zo goed als op. Daar moet ik wel voor opletten. Maar wat we kunnen doen, is brood... En een bel gestolen. Helemaal top. Nu moet alleen nog een pilletje binnen. Rode wol. Oh, ik ben schapen vergeten te... ik heb niet gedacht om schapen te vermoorden onderweg. Niet handig. Niet handig. Goed, laten wij even naar de pillager outpost gaan. En hopen dat ik het overleef. Want ik heb niet echt armor of zo. Dus dat wordt nog een heel klusje. Zeker ook omdat ik mijn brood natuurlijk in die kist heb gedaan. Maar ja, dat was voor een opdracht. Dat kan ik niet zomaar opeten natuurlijk. Ik moet zeggen, de route hier naartoe is wel een stuk makkelijker. Ik hoef minder over gras te lopen. Oh, ze zijn er ook echt. Niet chill. Niet chill. En ik heb geen blokken meer. Dat was heel eng. Dat was heel eng. Laten we deze boom hier even pakken. En dan dit deurtje hier ook omhoog. Oké, dit gaat spannend worden, jongens. Dit gaat spannend worden. Zijn er... Ik zie die banners. Ik moet die banner hebben. Is hier ook goede loot? Is dat... ik weet het niet. We gaan even kijken. We gaan even kijken wat we mee kunnen maken. We gaan er gelijk in. Dan voel ik me een stukje veiliger dan dat ik bij het gras in de omgeving zit. Is hier iets? Ja, er is loot. Een kruisboog. IJzer. Oké, dit is nog niet eens zo verkeerd, jongens. Zien we, kunnen we blokken maken. En een tripwire ook, die hoef ik niet. Dit is serieus niet eens zo verkeerd. Ik ga dit hout ook even hakken. Trouwens, dan maak ik even een ijzerex. Want ik heb hout meer nodig dan steen. Oké, we hebben genoeg hout. Helemaal prima. We kunnen zelfs nog een pickaxe maken, besef ik me nu, van ijzer. Dan hebben we dat ook gewoon maar. Dit gaat helemaal goed komen, jongens. Ik gooi wiet weg, dat ik eten van kunnen maken. Nu moet ik die banner moet ik even zien te stelen. Waar zit die? Waar zit die banner? Die zit daarboven. Die zit ongeveer hier beneden. Kijk hier. Deze moet ik hebben. Nee! Oh, dat is sneeuw. Oh, sneeuw, daar ben ik veilig. Oké, we gaan er nog eentje proberen. Oh, dat is ook mislukt. Gelukkig hebben ze er heel veel, jongens. Ik kan blijven proberen tot ik hem vang. Waarom vliegt hij nou zo ver weg? Kom, kom op. Weet je wat? Ik moet het makkelijker maken voor mezelf. Zo, 1 en 2. Hoe dan? Weet je, ik ga jou gewoon pakken. Hoppakee. We hebben een Omnius banner. Dat is de banner die ik nodig had. Er is ook nog een kelder hier of zo. Oh nee, dit is gewoon de benedenverdieping dit. Daar heb ik verder niks te doen. Ik had van dat ijzer dat ik een schaar moeten maken voor mijn wol. Oh nee. Maar ik ben nog geen schaap tegengekomen voor mijn gevoel. Weet je wat ik wel ga doen? Oh mijn god, jou vermoorden. Oh mijn god, jou vermoorden. Dat ga ik doen, dat ga ik doen. Oh nee, stond je achter me. Oh nee, het zijn er meerdere. Oh nee, het zijn er meerdere. Ik ga weg hier. Weg hier. Abort missie. Abort missie. Abort missie. Weg hier. Weg hier. Volgen ze me? Volgens mij volgen ze me niet. Een schaap. Een schaap. Jou moet ik hebben. Jou moet ik hebben. Kom hier. Oh, je volgt me ook echt. Hoezo volg je me? Nee. 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 Hij volgt me. Waarom volg je me? Oké, misschien kan ik je vermoorden op deze manier. Ik zie nog een schaap. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Je bent sterker dan ik. Ik weet het. Maar ik... Ik ben minder bang. Oh, ik heb je.
Oké, gelukkig. Hier ligt die wol. Die moeten we even hebben. Die heb ik. Ja, oké, we hebben één wol. En het enige wat ik nu nodig heb is één rood bloemetje. En die gaan we vast wel vinden onderweg terug. Maar wat ik wilde doen, is even hier slabs van maken, zodat we minder hout verspillen. Ja, rode bloemetjes gevonden. Kom op, kom maar. Hoppakee, we gaan jou zo... Hoppakee. Minecraft spelen zonder gras aanraken, jongens. Ik ben een professional. In het echt raak ik toch ook geen gras aan. Ik zit alleen maar binnen achter mijn computer Minecraft te spelen. Goed, wij hebben de Omnius Banner. Die kunnen wij hierin doen. Dan doen we hoppakee. Dan pakken we deze. Die kunnen we groen maken. Dan hoeven we alleen nog maar een boek te schrijven en rode wol te maken. Maar rode wol kunnen wij, als het goed is, ook al maken. Kijk, hoppakee, die kunnen we erin doen. Zo, de rode wol. Kunnen we de line dye pakken. Die kunnen we hierop doen. Schrijf een boek. Dat is serieus best wel een moeilijke taak als je erover nadenkt. Ik zie daar wel water, dus daar kan ik een squid vinden. Dan moet ik kippen vinden voor veren. Maar vooral de sugarcane en een koe. Ik moet zoveel dingen ineens doen. Wat ik nu moet verzamelen voor een boek en kwil is 1 veer, 1 stokje, 1 inktzak, 3 papier en 1 leather. Dat moet ik allemaal verzamelen om een boek en kwil te maken. Dat is echt best wel een poepwerk als je erover nadenkt. Ik ga... Nou, brood kan ik niet meenemen. Ik had meer brood mee moeten nemen. Dat ik ook gewoon kunnen eten. Oké, als ik een kip en een koe tegenkom, die moeten we gelijk uitschakelen. En we gaan even naar het water toe daar. Om daar een inktzakje te regelen. Dus ik denk dat die wel makkelijk is om te fixen. Oké, hier moet ik even oppassen. Want dit is best wel een hoge val. Zo. Nou, oké, dat valt wel mee. Nu kom ik allemaal schapen tegen. Volgens mij heb ik al kippen tegengekomen. Maar die heb ik gewoon geskipt. Wat ook niet heel handig is. Een beetje mijn eigen schuld. Oké, daar gaan we, jongens. Daar gaan we. We gaan langzaam naar het steen toe daar. Zo, hoppakee. Zo, kijk, nu zijn we bij steen aangekomen. Kan ik eindelijk even een beetje als een normaal Minecraft persoon rondrennen. En ik zie daar gelijk squids beneden. We gaan het water induiken. Daar zijn we ook veilig voor gras. Even een paar visjes pakken om gewoon te kunnen eten. En die squids gaan we hier pakken voor een inktzakje natuurlijk. En een stokje moet ook wel goed komen. Zo, dan hebben we 2 inktzakjes. Wij hebben al een stokje, dus dat is ook goed. Dan heb ik alleen nog veer nodig. Dan kunnen we in ieder geval de pen maken. En dan heb ik ook nog sugarcane nodig. Ja, daar is sugarcane. En een paard. Sugarcane heb ik nodig voor papiertjes natuurlijk. Ik heb 3 papiertjes nodig. Hallo, sugarcane. Ik kom jou opeten. Wat vind je daarvan? Opeten? Ik kom jou niet opeten. Ik kom jou gewoon plukken. Waar heb ik het over met opeten? Zijn er nog meer sugarcane? Nee, dat is wel een beetje jammer weer. Ga jij eens weg? Laat mij eens met rust. Watermonster. Hey, koper. Oh, nog meer watermonsters. Oké, dan gaan we weer naar het steen toe. Daar kan ik erop. En dan ga ik denk ik maar gewoon de sugarcane planten. In de hoop dat het snel groeit. Hier, kijk. Als we het nou gewoon zo hier planten. Dan kom ik zo meteen hiervoor terug om te kijken of het is gegroeid. Want ik heb er nog maar eentje nodig van die. Ja, of ik vind hier dus nog extra. Dat kan ook. Maar dat gok ik niet. Kippetjes! Hallo, koetjes en kippetjes. Ik heb jullie nodig. Ik ga jullie niks aandoen. Ik beloof het niet. Oh, een paard. Alleen hij staat op het gras. Heb ik een appel? Nee. Heb ik een wortel? Nee, die heb ik allemaal opgegeten. Kom eens hier, paardje. Kom maar hier. Ik heb, kom maar hier, alsjeblieft, wacht. Ik ga het even ontgrassen hier, dat er geen gras meer is. Kom alsjeblieft hierheen. Want ik wil hem temmen. Alleen als ik dan elke keer van hem afval, dan sta ik weer op het gras. En dat is niet de bedoeling. Kom maar hier, paard. Kom maar gewoon lekker. Nee, waarom loop je nou op het gras? Oh. Mijn eten is ook op. Dat meen je. Ik ga even naar de village even wat eten maken. Zo, dan hebben we weer genoeg brood. Nu gaan we het wel redden met eten. Zolang ik geen gras aanraak, komt het helemaal goed. Oh, wacht. Heb ik nog wheat? Nee, wacht. Ik heb 1 wheat nodig. Kan ik misschien even die paarden lokken? Of een koe in de toekomst? Jou heb ik nodig. Juist. Kom maar, paardje. Kom maar hier. Ik heb lekker... Kijk, ik heb wheat voor je. Kijk. Kom maar hier. Kom. Kom. Ik kom al een beetje naar jou toe misschien. Oh, dat lust je wel. Waarom ga je nou weg? Kijk eens. Kijk. Oh, een beetje sticker in. Ik hoef je niet eens. Hoe moeilijk kan het zijn om een kippetje en een koetje te vinden in Minecraft? Normaal vind je die dingen wanneer je ze niet nodig hebt. En nu vind je ze gewoon niet. Wat hebben mijn ogen daar gespot? Helemaal bovenop de berg. Het is een stinkkoe. Het enige is dat hij helemaal bovenop de berg zit daar. Waarom nou helemaal daar? Ik heb helemaal geen blok om naar jou toe te komen of zo. Ik ga wat steen hakken. Oké, 49 cobblestone. Daarmee moet ik in principe wel boven op de berg daar komen. Ik ga gewoon een simpel pad voor mezelf maken zoals dit. Dat ik niet te veel zorgen hoef te maken over gras. Au. Ik maak toch zorgen over gras. Kom op, 1 leer. 1 leer is alles wat ik nodig heb. Het zijn er meerdere. Kom maar, je koetje. Kom maar. Oeh! Ja, leer! Kom hier! We hebben leer. Zijn hier ook kippen toevallig? Geen kippen. Ongelooflijk. Oké, we hebben alleen nog 1 veer nodig. En we hebben nog nodig wat papier. Maar laten we even langs dat sugarcane gaan. Om te kijken hoe dat ervoor staat. Je hebt kans dat er al genoeg sugarcane is dat we papier kunnen maken. Oh, en ik zie een kip onderweg. Geweldig. Drop alsjeblieft een veer. Oh, nog een kip. Geweldig. Oh, nog meer kippen. Heel veel. Gras. Kom maar hier, kippie. Ponk. Hij heeft de veer gedropt. Het is echt gewoon een wonder dit. Het is echt een wonder. Meer hebben we ook niet nodig. Alleen nog maar wat papier.
Dan kunnen we een boek schrijven. En dan hebben we deze uitdaging gehaald. De uitdaging van ons leven, jongens. Waar had ik mijn sugarcane achtergelaten? Oh, hier. Het is nog niet gegroeid. Oh, man. Weet je, dan moeten we hier wachten tot het groeit. Jongens. Jongens. Oh, mijn god. Ik was letterlijk even op mijn mobiel gewoon naar filmpjes aan het kijken. Omdat het zo lang duurde. Voordat er een keer sugarcane gewoon hier terecht kwam. Hè? Het mocht even duren, maar we hebben er 3. En volgens mij kunnen we met 3 sugarcane 3 papier maken. En hiermee kunnen we maken een boekje. Oh, dan heb ik... Ik heb helemaal geen stokje nodig. Ik weet niet waarom ik een stokje nodig had. Waarom ik zei dat ik een stokje nodig had. Een boek, ik wil! We hebben hem! Laten we snel teruggaan naar daar boven op de bomen helemaal. Oh mijn god, wat ben ik blij dat we hem eindelijk hebben. Het duurde zo lang. Kijk, hier is mijn oude pad. Die kunnen we ongeveer wel een beetje terugpakken zo. Bonk. Ah, weet je hoe eng het is om niet op gras te mogen staan. Gelukkig zijn bomen echt heel fijn in Minecraft. Kijk, jongens. We zijn er bijna. We zijn er weer bijna. Bijna weer veilig thuis. Daar is het. Ik zie het al. Ik ruik het. Nou, ik ruik het niet, maar als ik neusgaten zou hebben in Minecraft, kon ik het ruiken. Kom maar door. We zijn er. Oké, schrijf een boek. Laten we alles even dumpen wat we hebben. Wat ik niet meer nodig heb, zoals dit. Dit. Die houden we voor de zekerheid. Die kan ook weg. Zo, schrijf een boek. Goed, we hebben een boek genaamd. Even kijken, erg mooi dit. En het staat in de avonturen van walnoot en gras. Ik vind Minecraft leuker als ik gewoon gras aan kan raken. Streepje walnoot. Ik mis walnoot. Streepje gras. Einde. Ik vind het een leuk boek. Ik heb erg mijn best gedaan over het schrijven. Het heeft jaren gekost. Ik heb er lang over nagedacht, maar dit is het. Dan gaan we deze gaan we ook in de kist doen. En dan kunnen wij. Dan komt hij. Confetti. Mijn headset schiet eruit. We hebben het gedaan, jongens. Ik ben erg tevreden met het resultaat van deze uitdaging. We hebben alle uitdagingen voltooid. En gewoon zonder dood te gaan. Zullen we dan maar gewoon even om het 4 op vast springen? Kijk, dan ga je gewoon dood. Dat is het. Dus jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je het nou zo'n leuk video? Kijk dan even lekker deze video. Dit is namelijk ook een hele leuke video om gewoon even te kijken. Als jullie nog niet hebt gezien, ga er zeker even op klikken om te kijken. En nu spreek ik later. Laat je wat. Tot de volgende keer.